Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1407 met een uitzending voor vandaag 13 september 2018. Dit is het bulletin van donderdagochtend. Bij deze korte uitzending zit geen data. Gisteren heb ik me, verslapen waardoor er geen Daily Minutes was. Ja, het was een erg drukke dag die om 4:30 s'nachts voor mij al begon. Vandaag, het is nu 22:00, probeer ik nog een korte ochtenduitzending te maken om niet helemaal met lege handen te staan om 10:30. De nieuwe nieuwsbrief over de maand augustus is uit van het IARU-MS, hoe zeg je dat nou, het IARU Monitoring Systeem, vroeger ook wel bekend als Intruder Watch. Eigenlijk vond ik dat een betere naam die de lading beter dekt. Radio Hargeisa uit Somaliland op 7120 was na 3 weken afwezigheid helaas terug, net als Radio Ethiopia, die op dezelfde frequentie dat signaal onhoorbaar probeert te maken. 5 MHz is een drukke band. De marine in het Deense Aarhus was in augustus meerdere dagen actief geweest met Stanag 4285, een PSK-signaal op 5361.8 met de nodige bandbreedte. Deense amateurs hebben vast niet zoveel last van. Denemarken heeft een zeer ruime allocatie voor de 60 meter band. Overigens is dit een geheel legaal signaal in een band waar zendamateurs een secundaire status hebben. Verder zat het Russische zonnebloem over de horizon kustradarsysteem ook geregeld in dezelfde band. Het signaal van de Russen is doorgaans 45 kHz breed, maar soms ook 190 kHz. Let wel, dit is over een amateurband heen die slechts 15 kHz groot is. Verder zat het Russische zonnebloem over de horizon kustradarsysteem ook geregeld in dezelfde band. Het signaal van de Russen is doorgaans 45 kHz breed, maar soms ook 190 kHz. Let wel, dit is over een amateurband heen die slechts 15 kHz groot is. Er was verder een sterke toename van militair verkeer op 7 MHz, 14 MHz en 18 MHz in de amateurbanden. 7 en 14 MHz zijn in de meeste landen primaire amateurbanden. De meeste militaire signalen waren overigens digitaal. Verder was het Chinese over de horizonradarsysteem op 20 meter hoorbaar. Dat van de Engelsen op Cyprus zat in de 18 MHz band en het Iraanse over de horizonradar zat zoals gebruikelijk in de 10 meter band. En dat alles via sporadische E hier goed hoorbaar. Er was daarnaast veel communicatie van Defensie en Rusland in de 40 meter amateurband, met name rond 7182 kHz. In diverse landen waren er verder activiteiten zoals een nummerzender op 14347 en piraten op 14000. Opvallend is echter dat de nieuwsbrief ook melding maakt van misdragingen van zendamateurs, onder andere Franse amateurs die in het bakengedeelte van de 10 MHz band in SSB werkten. In het grootste deel van die band is alleen CW toegestaan wereldwijd. Ook was er sprake in de 40 meter band van kinderachtig gedrag door gelicentieerden, met name vanuit Oekraïne, met muziek die er gedraaid werd en beledigingen die geuit werden aan het adres van andere amateurs. Er staat dat het zowel uit West- als Oost-Oekraïne was, dus ik vermoed dat het te maken heeft met het binnenlandse militaire conflict in het land. Verder waren er weer de Spaanse vissers die lak hebben aan alle regels en met name aan onze amateurbanden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.